Dus hallo, welkom iedereen bij de eerste workshop of infosessie van onze Gentrepreneur Week. Ik wil iedereen alvast bedanken voor de inschrijving. Ik denk dat het superleuk is voor onze workshopgever, maar ook voor ons. Dat er, het was een hele populaire inschrijving, dus we zijn heel blij. Dus eerst enkele afspraken. Dus je video aanzetten, dat is zoals Lopke al zei, aangenaam voor ons, maar ook voor de workshopgever. En je micro mag je wel uitzetten, zodat er wel geen geruis is voor de anderen. Vragen stellen kan via de chat, maar op het einde wordt er sowieso een Q&A gehouden. Dus dat kan achteraf sowieso ook. Deze sessie wordt opgenomen, dus achteraf ga je die ook nog kunnen herbekijken. En de slides gaan achteraf ook ter beschikking worden gesteld. Nog eventjes over Zoom zelf. Nu zie je waarschijnlijk mijn slides en rechts redelijk veel hoofden. Maar jullie kunnen er ook voor kiezen om gewoon de spreker te zien. Je kan dat doen aan de hand van boven View. En dan kan je kiezen om side-by-side speaker te doen. Dan ga je gewoon straks jullie zien, omdat zij de enige zijn met haar microfoon. En dan kan je zelf nog meer doen. Als je dan Zoom fit to window. En dan ga je aan de zijkant, zoals hier, kunnen gaan kiezen om... Te gaan kiezen hoe dat je de slides ziet en hoe dat je de spreker ziet. Dus je gaat een beetje kunnen zelf gaan kiezen hoe dat je je scherm eigenlijk gaat indelen. En dan wil ik nog graag even onze volgende evenementen in de kijker zetten. Dus om de 2 maandagen kan je eigenlijk experts in the house gaan voor inschrijven. Dan kan je eigenlijk gratis advies bij onze experten gaan krijgen, zoals bijvoorbeeld Julie van Xerius. En daarnaast hebben we natuurlijk 10 mei onze Gentrepreneur Awards, die je via Facebook Live kan volgen. Zeker een aanrader. Dus bij deze, dat was even een inleiding. Om dan weer bij, ik heb nog een keer mijn, ja, stop sharing. Bij Julie van Xerius komen willen wij graag iedereen kort leren kennen. Dus ik ga één voor één vragen om jullie kort voor te stellen als jullie zelf bezig zijn met ondernemen, wat dat jullie relevant vinden om te vertellen, zodat jullie ook een beetje weten wie dat er allemaal hier in onze workshop zit. En dan kunnen we dan beginnen aan de workshop. Dus ik ga gewoon het rijtje afgaan van de volgorde dat ik zie. Dus dan zie ik eerst Margot Verhelst. Oké, ik ben Margot. Van kleins af aan ben ik zeer creatief en nu heb ik besloten om zelf juwelen te maken. Dus daarom wil ik deze sessie graag volgen. Oké, super. Michiel de Klerk. Hallo, goedemorgen. Ik ben Michiel, ik studeer marketing aan de Hogeschool Gent. Ik ben momenteel nog maar net begonnen. Ik ben nog officieel geen student-ondernemer, maar ben toch bezig met een onderzoek om toch een bedrijf op te starten binnen de foodsector. Oké, super. Lieselot Maas. Goedemorgen, ik ben Lieselot. Ik studeer klinische psychologie. Ik studeer af dit jaar. En ik heb ook nog helemaal niks concreet opstaan of zo, maar ik ben er allemaal wel over aan het nadenken. Dus daarmee dat ik mij heb ingeschreven voor deze sessie om er een keer wat meer over te horen. Oké, super. Cedric? Goedemorgen, ik ben Cedric, ik ben tweede masterstudent farmacie. En ik ben momenteel aan mijn stagejaar bezig en samen met mijn stagemeester ben ik aan het kijken om een bedrijf op te richten omtrent reisapotheek. We hebben nog ook niks officieel, maar we zijn alles aan het brainstormen en aan het werken. En volgend jaar zou ik dan voor student-ondernemers gaan als ik nog iets bij studeer. Oké, super. Lotte? Hallo, ik ben Lotte. Ik studeer marketing. En hiervoor heb ik bakkerij gestudeerd. En ik zou graag volgend jaar ergens iets met granola opstarten. Oké. Step, ik weet niet dat ik thuis spreek. Kube? Kan niet goed. Of Ah ja. Joni, ja, sorry. Ja, dus ik ben Joni. En voor mijn bachelorproefproject heb ik samen met 4 anderen StepCube opgericht. En dat is eigenlijk ja, een onderneming die lockers maakt voor e-steps in op te bergen en in op te laden. En aangezien we daar volgend jaar graag mee zouden verder doen, wil ik eens luisteren voor deze workshop. Oké. Stefan? Goedemorgen, ik ben Steffen. Ik ben student toegepaste informatica aan de HOGent. En sinds vorig jaar in november ben ik met 4 andere studenten bezig aan een product dat we graag zouden willen uitwerken dit jaar. Oké. Caitlin? Ik ben Caitlin, ik ben student biomedische laboratoriumtechnologie. En ik heb al een concept en ja, ik wil gewoon weten,
hoe dat we moeten beginnen. Oké. Annabel? Goedemorgen, ik ben Annabel. Ik studeer handelsingenieur aan de Universiteit Gent. Ik heb een paar ideetjes, maar ook nog niets concreet op start. Dus ik kom gewoon eens luisteren. Oké. Tabitha? Hallo, ik ben Tabitha en ik ben student accountancy fiscaliteit op Artevelde. Ik heb ook nog geen concrete idee en ik kom ook luisteren en weten hoe we moeten beginnen. Oké, super. Laura? Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben Laura Langeweg. Ik heb gestudeerd aan de Hoge Hotelschool. Dat is in Den Haag. Master afgerond in Utrecht vorig jaar. En ik werk nu bij Ahold Delhaize, dus het hoofdkantoor van Albert Heijn. En ik denk dat ik net als jullie struggle met ideeën die ik heb, maar niet weten waar je moet beginnen. Dus vandaar dat ik vandaag en deze week ook aansluit. Oké, super, dank u wel. Nathan, ik weet niet als jij iets kan vertellen of je camera... Ah, voilà. Hallo, dan Nathan. Je micro staat nog uit. Wacht hoor. Ja. Is het nu beter? Ja. Dus ik ben Nathan. Ik ben startend ondernemer in de IT. Als developer eigenlijk. Ik ben vorig jaar begonnen. En ja, ook maar startend eigenlijk. Dus ik doe ook een beetje missies als freelancer. Voor bepaalde bedrijven eigenlijk. Freelancer missies eigenlijk. Dus momenteel nog startend. Oké, super. En dan heb ik nog Moreno. Je was een beetje later. We zijn elkaar even aan het voorstellen. Dus kun je als je zin hebt om je camera eventjes aan te zetten en kort jezelf voor te stellen? Waarschijnlijk niet. Benny dan? Benny DV? Ik ben Benny de Bok. Ik volg toegepaste informatica, tweede jaar op GoGent. En ik heb een idee voor websites te maken voor vooral zo bedrijven die een verouderde site hebben of die nog geen site hebben. Maar ik ken nog geen concrete uitwerking. Het is daarmee dat ik informatie zoek. Oké, super. En heb ik nog... Galaxy A7, ik ga ervan uit dat dat een telefoon is. Ik weet dus niet wat de voornaam is. Als jij nog jezelf en anders gaan we van start gaan. Moreno heeft een paar technische issues, daarom dat hij even niet kan. Het is je vergeven. Oké, we gaan dan gewoon van start gaan. Julie, ik geef het woord aan jou. Yes, goedemorgen iedereen. Ik ga eerst een keer mijn PowerPoint ook delen met jullie. Voilà. Kan iedereen dat goed zien nu, de PowerPoint? Ja? Ja. Ja. Goedemorgen iedereen. Mijn naam is dus Julie, ik kan mezelf ook even voorstellen. Ik werk bij Xerius Sociaal Verzekeringsfonds, ondertussen 10 jaar. Maar we zijn ook al een tijdje partner met Gentrepreneur. Dat wil inderdaad zeggen dat je ons kan vinden op de Experts in the House sessies. Dat gaat niet altijd mezelf zijn. Wij wisselen dat af met verschillende collega's. Maar daar kunnen jullie ook altijd terecht, mochten er vragen zijn of iets heel concreets. Stel dat jullie zeggen straks achter de sessie van oei, ik zit hier nu nog met meer vragen. Ik wil mijn dossier een keer heel specifiek bespreken. Weet dat je me altijd kan bereiken. Op het einde van de sessie ga ik mijn gsm-nummer en mijn mailadres ook weergeven. Contacteer mij, zit niet met vragen, maar overloop dat met ons. De sessie vandaag is zeer theoretisch, dus dat wil zeggen, er gaan net iets saaiere stukken aan bod komen dat ik ga proberen leuk te geven. Maar het is echt gewoon belangrijk dat jullie weten wat dat de theorie achter alles is. Je hebt de marketing, je hebt het verkopen van je product enzovoort. Maar het is ook heel belangrijk dat jullie weten van wat zijn mijn sociale bijdragen? Wat betekent dat sociale bijdragen? Waarom moet ik die betalen? Moet ik die wel betalen? Al die zaken zijn volgens mij enorm belangrijk als je wil van start gaan als zelfstandige. Ik ben heel leuk dat ik gehoord heb dat Tabitha accountancy fiscaliteit studeert. Een van de grootste knelpuntberoepen op dit moment. Wij zijn met Xerius ook volop bezig om meer studenten aan te trekken naar die accountancy fiscaliteit. Dat was al voor mij een leuke start om te horen dat er iemand in die opleiding zit.
Ik ga van start gaan. Zijn er vragen? Ik denk dat het misschien makkelijker is om die achteraf te stellen en niet tijdens de sessie. Dus schrijf je vragen op en dan achteraf kunnen we één voor één de vraagjes overlopen. Goed? Ik spreek West-Vlaams, dus voor degenen die geen West-Vlaams spreken, moet je maar achteraf nog een keer contact opnemen. Goed, ondernemen. De ene ziet het als een logische stap, de andere als een gewaagde sprong. Wat wil ik daarmee zeggen? Voor heel veel personen is zelfstandig worden een grote drempel. Van, ja, zelfstandig worden, dat is misschien niks voor mij, dat is een veel te gewaagde sprong. Maar iemand die uit de nest komt van zelfstandig, die weet dat dat niet zo is. Dus weet dat zelfstandig worden voor iedereen van toepassing is en dat het statuut student zelfstandig het ideale moment is om dat uit te proberen. De overheid heeft dat statuut zo aantrekkelijk gemaakt dat eigenlijk volgens mij statuut student zelfstandig het ideale moment is om alles te gaan uitproberen. En op het moment dat je afstudeert, dan weet je van oké, wil ik nu eigenlijk wel zelfstandig zijn of is het loontrekkend statuut toch misschien iets meer voor mij? Alles begint met een voorbereiding. Vragen stellen, je voorbereiden, je laten omringen door andere mensen die zelfstandig willen worden of die reeds zelfstandig zijn. Netwerken, zoals dat je nu bezig bent via Gentrepreneur. Ik denk dat dat perfect is of toch aan te raden om je voor te bereiden vooraleer je start als zelfstandig. Maar hoe kan je je voorbereiden? Vooral op het administratieve. We hebben op Xerius website, dus je gaat naar www.xerius.be, hebben wij een gratis tool. Dat is de Xerius Drive. Dat is eigenlijk gewoon, als je naar onze website gaat en dan ga je naar starten en naar voorbereiden, dat is bovenaan, dan kom je op onze gratis tool. Dat ziet er zo uit. Die gratis tool, dat kan hij een week gebruiken, een maand, een jaar, twee jaar, dat maakt allemaal niet uit. Maar je kan daar constant op werken. Je kan jouw idee gaan neerschrijven, je kan jouw activiteiten gaan aanduiden, jouw financieel plaatje kan je gaan invullen. Dus ik denk voor iedereen die zegt van ja, ik twijfel nog, ik zit met bepaalde ideeën, maar ik weet niet hoe ik er moet aan beginnen, hoe ik het moet doen, dan denk ik dat de Xerius Drive voor jullie wel een ideale opstarttool is. Zo ziet het eruit. Dat wil zeggen dat wij met jullie stap voor stap gaan overlopen van wat wel zelfstandig zijn eigenlijk zeggen. Eerst gaan wij naar de activiteiten. Dat ziet er dan zo uit. Hij gaat moeten gaan ingeven van oké, welke activiteiten wil ik doen? En weet dat je verschillende activiteiten kan toevoegen. Het is niet omdat je bijvoorbeeld fotograaf bent. Je kan perfect nog workshops gaan toevoegen of events organiseren of marketing business. Dat kan allemaal op één ondernemingsnummer geplaatst worden. Dus weet dat. Ga voor jouzelf een keer telkens in de zoekfunctie gaan ingeven, oké, events. En dan gaan wij gaan weer geven, oké, wat wil je doen in de eventsector? Is dat events organiseren? Wil hij catering doen? Wil hij fotografie doen? Enzovoort. Klusjes, man. Wil hij algemene bouwinstallaties doen? Wil hij gevelreiniging doen? Grondwerken? Dus eigenlijk het enige wat hij moet doen, is een bepaalde activiteit gaan opschrijven in jouw zoekfunctie. En dan gaan wij eigenlijk voor die zoekfunctie gaan zeggen, oké, is dit wat je wilt doen? Dit of dit? En dan kan je dat gaan selecteren. Ik ga nu nog een keer terug gaan. Stel nu dat je hier zo geselecteerd hebt, catering bijvoorbeeld. Dan gaan wij rechts in jouw checklist, hier bij de vergunningen, gaan weergeven, oké, FAVV-vergunning is van toepassing. Dus je merkt, naarmate dat jij eigenlijk jouw app of jouw tool gaat invullen, gaan wij jouw checklist ook voor jou gaan personaliseren. Dus wij gaan voor jou gaan zeggen, oké, voor dat wat dat jij wil doen, moet jij dit allemaal in orde gaan brengen. Dus je krijgt eigenlijk jouw eigen gepersonaliseerde checklist daarvoor. Voeding, alcohol, ja, alcoholvergunning, FAVV-vergunning, dan gaat dat hier allemaal weer gegeven worden. En dan weet je, oké, dat moet ik zeker ook nog in orde gaan brengen. De volgende stap, dat zeer belangrijk is, is het sociaal statuut. Hoe moet je aansluiten als zelfstandige? Wij gaan dan de vraag stellen van, ja, ben je werknemer, ambtenaar, student? Geniet je je vervangingsinkomen in België? Ja, oké. Wat doe jij? Specifieer jouw activiteit. Ik ben nog student. En dan gaan wij aan de hand van de volgende vraag zeggen van, kijk, kom je wel in aanmerking voor het statuut student zelfstandige? Ben je wel minstens 27 studiepunten ingeschreven? Ja of nee? Dan ga je bij de bepaalde voorwaarden iets verder gaan lezen. En dan kan je zeggen, oké, ja, ik kom in aanmerking. En dan gaan wij hier zeggen van, oké, je kan perfect aansluiten als student zelfstandig. En dan kan je dat bevestigen.
Dus wij gaan eigenlijk aan de hand van vragen, en dat jij kan doorklikken, gaan zeggen, oké, op die manier moet jij aansluiten. De volgende, volgens mij het meest interessante van de tool, is het financiële plaatje. Het is geen financieel plan, dus maakt de anderzijds wel. Het is niet dat je aan de hand van dit financieel plaatje naar de bank kan gaan en zeggen van kijk, hiermee financieel plan. Nee, het is eigenlijk een voorbereiding tot. Ik heb vernomen dat donderdag dat er een infosessie is van de boekhouder. Ik denk dat dit financieel plaatje iets is waarmee je eigenlijk naar de boekhouder kan stappen. En de boekhouder gaat dan samen met jullie een financieel plan opmaken. Maar dat is eigenlijk al een voorbereiding. Dus dat ziet er eigenlijk op de volgende manier uit. We gaan met jou de kosten gaan overlopen. We gaan met jou de omzet gaan overlopen. En dan op het einde van de rit gaan wij gaan kijken van kijk, speel jij nu met winst of met verlies? En wij gaan eigenlijk bij de kosten alle puntjes gaan overlopen. Van ja, moet je gereedschap gaan aankopen? Zo ja, hoeveel kost jou dat per jaar? Moet je beroepskledij gaan aankopen? Zo ja, hoeveel kost dit? Dus hier zou jij, raden wij aan om dat heel gedetailleerd te gaan hebben. Om echt te gaan kijken van wat kost mij alles? Wie werkt er mee in jouw onderneming? Moet je iemand in dienst nemen? Ga je met een freelancer werken? Is jij alleen? Welke kanalen ga je gebruiken? Ga je social media gebruiken? Ga je flyers afdrukken? Hoeveel kost jou dat? En zo verder. Dus probeer dat heel gedetailleerd te gaan invullen, zodat je op het einde van de rit effectief een mooi overzicht hebt van oké, ik speel hier met winst of met verlies. Is er iets waar ik een aanpassing moet gaan doen? Ben ik te optimistisch geweest met mijn kosten? Of te optimistisch geweest met mijn omzet? Probeer dat heel gedetailleerd te gaan invullen. Oké, the best way of learning about anything is by doing. Ik denk dat dat zeker het geval is voor studenten zelfstandigen. Zit je met een idee, wil je heel graag zelfstandig iets uitproberen? Zeker het moment om te doen als student zelfstandig. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Zelfstandig worden, we hebben ons eerst voorbereid. Hij hebt jou voorbereid, hij weet wat je wilt doen. Hij wil de stap zetten naar zelfstandig worden. Waar kan Xerius dan voor jou iets betekenen? Xerius is eigenlijk een bedrijf met verschillende diensten. We hebben het ondernemingsloket, we hebben het sociaal verzekeringsfonds, we hebben de dienst kinderbijslag, we hebben de dienst pensioenen, we hebben de dienst verzekeringen en we hebben de dienst subsidies. Wat wil ik hiermee aantonen, is dat je bij Xerius eigenlijk van A tot Z terecht kan voor jouw loopbaancarrière als zelfstandige. Wij gaan jouw opstart doen als zelfstandige. Wij gaan jouw aansluiting doen als zelfstandige voor jouw sociale bijdrage. Wij kunnen jouw verzekeringen in orde brengen. Stel dat jullie kindje krijgen, kunnen we de kinderbijslag gaan in orde brengen. Wij kunnen je dienstpensioenen in orde brengen. En zit je met investeringen en zo verder, dan kan je bij ons ook terecht om jouw subsidies te gaan aanvragen. Dus je merkt, Xerius, en er zijn nog fondsen binnen België die dit doen, maar Xerius is één van de fondsen die eigenlijk alles van A tot Z in orde gaat brengen voor jouw zelfstandig statuut. Oké. Jullie hebben jullie voorbereid, jullie hebben beslist van oké, ik wil zelfstandig worden. Jullie willen opstarten. Dan ga je bij het ondernemingsloket langs. Dat is eigenlijk de eerste dienst waar jullie langs gaan om op te starten als zelfstandig. Jullie gaan een keuze moeten maken tussen wil ik starten met een eenmanszaak of wil ik starten met een vennootschap. Ik heb binnen de voorstelling van jullie al een keer vernomen van er zijn een paar die op zichzelf willen beginnen, maar er zijn dan ook een paar die met verschillende personen van start willen gaan. Daar zit je eigenlijk al met een groot verschil. Een eenmanszaak, een vennootschap, misschien een keer een vraag naar jullie toe. Wat zijn de verschillen naar eenmanszaak en vennootschap? Kan er iemand mee zeggen wanneer zou je starten met een eenmanszaak, wanneer zou je starten met een vennootschap? Iemand enig idee? Ja, hij heeft een stukje, ik zal het in de video aanzetten. Ja, dat is lang geleden, maar hij heeft een stukje ook met aansprakelijkheid te maken, toch? Ja. Als je met z'n drieën, denk ik, iets begint, dan ben je met z'n drieën aansprakelijk voor wat er in het bedrijf gebeurt. Ja. Ik weet niet of het hetzelfde is als in België, maar je hebt natuurlijk BV, NV. Ja. Noem maar op. Ja. Yes, inderdaad. Dus Laura heeft al een zeer mooi punt aangehaald. Aansprakelijkheid. Dat is een zeer groot verschil tussen een eenmanszaak en een vennootschap. Binnen een eenmanszaak is dat een ondernemingsnummer op persoonlijke naam. Dus je bent ook altijd met je volledig vermogen aansprakelijk als er iets gebeurt. Bij een vennootschap kan je jezelf gaan beperken in die aansprakelijkheid. Je kan in een vennootschap beperkte aansprakelijkheid aanstaan. Dus dat wil zeggen, je merkt bij een eenmanszaak en een vennootschap, bij een vennootschap kan je daar veel meer gaan mee spelen. Kan je daar veel meer beperkingen op zetten.
Hey, dus dat is al één groot punt. Zijn er nog andere puntjes dat jullie denken? Het startkapitaal. Alsjeblieft, Nathan? Het startkapitaal. Ja. Startkapitaal in... Ja. Inderdaad. Hey, dus dat is iets dat heel vaak aangehaald wordt, dat startkapitaal. Maar ik weet niet of jullie weten dat de vennootschapswetgeving een bepaalde tijd geleden gewijzigd geweest is. Er waren enorm veel vennootschappen. Ze hebben dat nu beperkt naar, zeg maar, een vijftal vennootschappen. Maar eigenlijk op dit moment is er geen startkapitaal meer nodig. Nog voor een eenmanszaak, nog voor een vennootschap. Dus dat is gewijzigd. Hé. Vroeger had je dat gehoord, hem, 18.500 euro voor een NV en zo verder. Dat is allemaal niet meer van toepassing. Dus ook bij een vennootschap kan je eigenlijk opstarten zonder startkapitaal. Maar het grote verschil is, bij een vennootschap zal je een zeer goed financieel plan moeten hebben, waar dat ook de boekhouder zal moeten meetekenen, alvorens dat je kan starten met een vennootschap. Okay? Dus er is inderdaad geen startkapitaal niet meer nodig, maar de aansprakelijkheid, je gaat met een financieel plan moeten afkomen die zeer, zeer goed is. Dus dat is dan het verschil. Bij een eenmanszaak, ik kan voor iedereen die vandaag met een eenmanszaak wil opstarten, vandaag jullie ondernemingsnummer aanmaken en vanmiddag zijn jullie opgestart. Natuurlijk bij een vennootschap, je moet de notaris langs gaan, de boekhouder moet langs gaan. Dus je merkt wel dat de opstartkost net iets meer zal zijn bij een vennootschap. Hey? Bij een eenmanszaak kan ik jullie voor €9,50 opstarten. Hey? Bij een vennootschap zal de boekhouder moeten langskomen, zal de notaris moeten tussenkomen, zal eventueel de notariële akte, de statuten moeten opgemaakt worden, moeten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Dus je merkt, administratieve formaliteiten zijn wel net iets meer bij vennootschap. Dus houd er ook rekening mee dat de opstartkosten ook net iets meer zullen zijn. Maar een heel belangrijk punt ook is, ik wil alleen opstarten of ik wil met verschillende personen opstarten. Een eenmanszaak is een ondernemingsnummer op jouw persoonlijke naam. Dus hij merkt een eenmanszaak, het ondernemingsnummer van een eenmanszaak kan niet op verschillende personen staan. Stel nu dat jullie met 4 personen zijn. Ik ben nu een keer aan het denken. Stefan, ik dacht dat jullie met verschillende personen waren. Ja, klopt. Ja, klopt. Voilà. Stel dat jullie met 4 personen zijn. En Stefan maakt een eenmanszaak aan op zijn naam. Dat is een ondernemingsnummer op zijn naam. De andere personen staan niet op dat ondernemingsnummer. Dus dat begint dan al moeilijk te worden. Van ja, wie gaat er factureren? Jullie kunnen alle 4 wel een ondernemingsnummer aanmaken op jullie eigen naam. Maar op welk ondernemingsnummer gaat het dan gefactureerd worden? Op welk ondernemingsnummer gaan de beroepskosten aangemaakt worden? Dus je werkt, vanaf dat je met verschillende personen wilt opstarten, dan een eenmanszaak misschien net iets moeilijker is. Okay? Dan is het vaak aan te raden, maar dat is dan ook iets dat je met de boekhouder overlegt, van misschien met een vennootschap te starten. Zodat je creëert een rechtspersoon, waar dat ondernemingsnummer op staat, en jullie vallen daar dan alle 4 onder als bedrijfsleider. Hey, dus dan voel je dat er dan ook veel... Jullie starten dan eigenlijk op gelijke voet binnen een vennootschap. Dus dat is ook een groot verschil. Ik hoop dat dat voor iedereen wat duidelijker is. Maar waar hadden wij altijd aan? Wil je opstarten, zeker met een vennootschap, moeten jullie langzaam bij je boekhouder. Hey? Moet je met de boekhouder gaan overleggen van oké, wat zijn onze investeringen? Met hoeveel personen starten wij op? Wat willen wij juist gaan doen? Wat is de aansprakelijkheid bij ons? Zodat de boekhouder met jullie kan overleggen van oké, in jullie geval is een BV aan te raden. In jullie geval is een VOF aan te raden. Of een NV. Dus de boekhouder kan met jullie te gaan overlopen van wat is in jullie situatie het meest ideale. Want dat is niet iets wat wij kunnen veralgemenen. Oké? Okay? Maar oké, jullie hebben jullie voorbereid, jullie willen starten. En laten we nu een keer, om het gemakkelijk te maken, gaan beslissen van jullie willen opstarten met een eenmanszaak. Hey, jullie willen starten met een eenmanszaak en jullie komen bij ons langs bij het ondernemingsloket. Het eerste wat wij aan jullie gaan vragen is, mogen wij jullie financiële rekening nemen? Dus wat zeggen wij al bij jullie op voorhand? Vooraleer dat wij jullie gaan opstarten, gaan we langs bij de bank om een financiële rekeningnummer op te starten of te openen. Hey, waarom? Als je start als zelfstandige is het zeer belangrijk dat jullie inkomsten en uitgaven van jullie zelfstandige activiteit op een apart rekeningnummer toekomen. Dus zorg ervoor dat jullie niet ons zichtrekeningnummer doorgeven aan ons. Zorg ervoor dat jullie een apart rekeningnummer hebben bij de bank. Zeker ook naar de toekomst toe. Stel dat de fiscus een controle wil uitvoeren, zorg ervoor dat jullie een apart rekeningnummer hebben waarop dat die de controles kan doen.
waarop dat enkel jullie inkomsten en uitgaven van de zelfstandige activiteit op te komen. Ga niet met dat rekeningnummer gaan shoppen. Hè? Willen jullie geld van jullie eenmanszaak, van jullie professioneel bankrekeningnummer gebruiken voor privédoeleinden, dan zorg je gewoon dat je een bepaald bedrag doorloodt naar jullie zichtrekening. En dan van jullie zichtrekening kunnen jullie dat gebruiken voor privéuitgaven. Dus dat is stap 1. Jullie moeten een financieel rekeningnummer openen. Dan komen jullie bij mij en ik ga de inschrijving doen in de KBO, Kruispuntenbank van Ondernemingen. Op die manier maak ik voor jullie een ondernemingsnummer aan. Dus op dat moment, ik kan vandaag, na 5 minuten, kan ik al een ondernemingsnummer hebben. De volgende stap is, we gaan de BTW gaan activeren. En nu naar jullie ook een vraag toe van, is het BTW-nummer hetzelfde als het ondernemingsnummer of is dat het verschillend nummer? Dus ondernemingsnummer en BTW-nummer, is dat een verschillend nummer of is dat hetzelfde nummer? Hetzelfde. Hetzelfde? Ja. Oké, okay, wat zegt er iemand anders? Hetzelfde of iets anders? Ik dacht 2 verschillende, maar ik ben niet zeker. 2 verschillende? Nog iemand anders? Ik denk 2 verschillende, maar als er over BTW-nummer gesproken wordt, wordt er ook verwezen naar ondernemingsnummer? Kijk, Leen, we hebben elkaar al een keer gezien, hè? Ja. Over een week of 2, Leen. Oké, wat denkt de rest? Dus ik heb nu 1 iemand zegt hetzelfde. Er zijn de verschillende zijn verschillende nummers. Ja, ik denk dat het hetzelfde is. BTW-nummer is eigenlijk... die BE komt eigenlijk voor. Uw ondernemingsnummer. Okay. Ja. Allee, dus Nathan en Tabitha zeggen hetzelfde. En de rest zegt een ander nummer. Oké, okay, Nathan en Tabitha, normaal gezien zou ik jullie nu een snoepje doorgooien. Hey, oh, jullie zijn inderdaad correct. BTW-nummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Wat wil ik daarmee zeggen? Ik maak in de KBO een ondernemingsnummer aan, maar in België ben je verplicht om een activatie te doen bij de BTW. Dus eigenlijk jouw zelfs ondernemingsnummer ga je gaan activeren binnen de BTW. Jullie gaan kiezen van, oké, okay, welk BTW-stelsel? Hey? Dus jullie kunnen kiezen voor, ik doe kwartalenheftes, ik doe de vrijstelling, want ik ben een kleine onderneming. Dus je ondernemingsnummer ga je activeren binnen de BTW door aan te geven met welk stelsel dat je wilt gaan werken. Maar ook weer, zoals ik al een paar keer heb doorverwezen, dit is iets dat je met de boekhouder moet gaan overlopen. Dus iedereen naar Tabitha gaan. Tabitha gaan met jullie gaan overlopen van, hoe moet ik opstarten en welk BTW-stelsel is voor mij ideaal? Dus oké, okay, jullie weten nu, ondernemingsnummer, BTW-nummer, dat is hetzelfde nummer. Dus oké, okay, nog een keer overlopen. We hebben ons voorbereid. We willen starten met een eenmanszaak. We hebben de financiële rekeningnummer open gedaan. Wij gaan bij jullie langs en we gaan de inschrijving doen in de KBO. Ik kan jullie een ondernemingsnummer geven. We activeren de BTW. De volgende stap is, je bent zelfstandig. Wij moeten jou verplicht gaan inschrijven bij het Sociaal Verzekeringsfonds. In België, van zodra dat je zelfstandig bent, van zodra dat je beroepsactiviteiten doet, moet je aansluiten bij het Sociaal Verzekeringsfonds. Ook al hebben jullie nog geen inkomsten. Ik weet dat ik met Kate een keer overlopen heb, van ja, er zijn enorm veel zelfstandigen, of nog niet zelfstandigen, die op social media bepaalde zaken verkopen, diensten gaan aanbieden, enzovoort. Zij zelfstandig. Zij moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Van zodra dat je in België beroepsactiviteiten doet, en dat kan zijn dat je diensten aanbiedt of producten verkoopt of eender wat, ben je verplicht om aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Nee? Dus ook al hebben jullie nog geen inkomsten, van zodra dat je producten aanbiedt, van zodra dat je diensten wilt verkopen en daar ook reclame voor maakt, ben je verplicht om aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Weet dat de fiscus ook op social media zit. Vergeet dat niet. Weet dat de fiscus dat profiel gaan kijken. En als de fiscus daar zit van, kijk, er worden hier diensten of producten aangeboden, dan gaat de fiscus gaan kijken en zo in het rijksregister gaan zien van, oké, okay, is die persoon wel zelfstandig? Ja? De volgende stap, want dat is natuurlijk voor studenten niet van toepassing, moeten jullie aansluiten bij het ziekenfonds en moeten jullie een eigen boekje hebben. Want zolang dat jullie student zelfstandig zijn en bij jullie ouders op het boekje staan, is dat niet van toepassing. Oké, okay, we hebben ons voorbereid, we hebben het ondernemingsnummer aangemaakt, BTW is geactiveerd, we zijn aansloten bij het Sociaal Verzekeringsfonds. Jullie kunnen perfect starten als zelfstandigen. Okay? Jullie zijn met alle administratieve formaliteiten in orde en jullie kunnen perfect opstarten.
Wat kost jullie dat? Ik spreek hier nu enkel en alleen over een eenmanszaak. Dat kost jullie €90,50 om op te starten. Dat wil zeggen, als ik voor jullie een ondernemingsnummer ga aanmaken, dan kost jullie dat €90,50. Dat is een wettelijk tarief. Dat is bij alle ondernemingsloketten hetzelfde tarief. Willen jullie bij ons ook de BTW activeren? Dan kost dat €66,55. Maar dat kan ook zijn dat de boekhouder bij jullie gaat zeggen van oké, ik ga dat wel in orde brengen. Want eigenlijk kan je een BTW-activatie ook perfect zelf doen via een formulier 604a. Dus als jullie zeggen van kijk, we willen het zo goedkoop mogelijk houden. Ik wil opstarten, maar ik ga mijn BTW-activatie zelf doen. Ga naar Google, download formulier 604a. Jullie kunnen dat invullen en ga langs bij jullie lokaal BTW-kantoor. En dan ga je die €66,55 besparen. Okay. Dus eigenlijk opstart ondernemingsnummer, dat wil zeggen de registratie in het KBO, het aanmaken van je ondernemingsnummer, kost €90,50. In sommige steden wordt dat ook terugbetaald. Hey, ik dacht in Gent, maar ik weet het nu niet meer, ik heb het nu al lang niet meer opgevolgd, maar ik dacht in Gent wordt dat ook teruggestort. Dus dat wil zeggen, dat gebeurt automatisch. Hey, jullie geven aan ons jullie financiële rekeningnummer door. Wij geven aan de stad Gent door dat jullie opgestart zijn als zelfstandige. En stad Gent gaat automatisch op je financiële rekeningnummer ook terugstarten. Oké? Oké, hoe? We hebben ons voorbereid. We hebben het ondernemingsnummer aangemaakt. Volgende is, heb ik gezegd, van zodra dat je zelfstandig bent in België, ben je verplicht om aan te sluiten bij je sociaal verzekeringsfonds. En dat is jouw sociaal statuut. Okay. In België ben je verplicht om 20,5% aan sociale bijdrage te betalen. Waarom is dat als student zelfstandig dan interessant om te starten? Omdat je tot €7,000 netto belastbaar mag bijverdienen om geen sociale bijdrage te betalen. Maar van zodra je een bepaald inkomen hebt dat die grens overschrijdt, ga je 20,5% sociale bijdrage betalen op dat inkomen. Welke categorieën bestaan er om op te starten als zelfstandige? Er zijn er nog veel meer dan dit, hé? Maar dat zijn eigenlijk voor mij volgens de meest interessante om aan jullie toe te leggen. Hoofdberoep, bijberoep, student zelfstandige. Wat bestaat er daarnaast nog? Meewerkende partner, artikel 37, pensioneren. Er zijn nog veel verschillende categorieën. Maar om jullie nu duidelijk te maken van de categorieën, denk ik dat hoofdberoep, bijberoep, student zelfstandige het meest interessante is. Hoofdberoep, wat wil dat zeggen? Ik doe niks anders buiten mijn zelfstandige activiteit. Ik bouw mijn sociale zekerheid op aan de hand van mijn zelfstandige activiteit. Wat wil bijberoep zeggen? Ik ben minstens halftijds te werk gesteld. Wat wil dat zeggen? Ik bouw mijn sociale zekerheidsrechten eigenlijk al op aan de hand van een ander statuut. Aan de hand van mijn loontrekkend statuut bouw ik mijn sociale zekerheidsrechten al op. Dus dat wil zeggen dat je bij ons kan aansluiten in bijberoep, want jouw rechten zijn al gevrijwaard via een ander statuut. Wat bedoel ik met sociale zekerheidsrechten? Wat zijn sociale zekerheidsrechten? Zeg ik hier één voorbeeld van een sociaal zekerheidsrecht. Wat valt er daaronder? En het is niet erg als je iets fout zegt, maar aan wat denken jullie bij sociale zekerheid? Wat is het eerste dat bij jullie opkomt als ik zeg jouw sociale zekerheid? Ziekte. Ja, ziekte. Nog iets anders, Vrij, hoe? Bij zo'n geval en zo. Ja. Kindergeld. Alsjeblieft. Kindergeld. Kindergeld, inderdaad. Kijk, jullie weten ze allemaal. Hé. Zijn er nog? Wat leeft er nu vrij hard bij corona? Wat krijgen zelfstandigen nu? Overbruggingsrecht. Pensioen, een zeer grote. Hé. Een van de grootste pijlers binnen sociaal verzekerings is pensioen. Hé. Dat zijn zaken dat jullie goed moeten kennen, hé, want dat is jullie sociale zekerheid, dat zijn jullie rechten dat jullie hebben binnen België, is jullie sociale zekerheid. Jullie hebben recht op terugbetaling van je ziektebriefjes. Als je arbeidsongeschikt wordt, heb je recht op een uitkering bij de mutualiteit. Op pensioenleeftijd krijg je pensioen. Dat is jouw sociale zekerheid dat je opbouwt. Jullie moeten zorgen voor een zwaar ziek gezinslid. Mantelzorg. Hey? Jullie krijgen een uitkering omdat jullie moeten thuis zorgen voor iemand. Kinderbijslag. Moederschapsuitkering. Dienstenchecks. Dat zijn jullie sociale zekerheden. En dat bouw je op aan de hand van ofwel je sociale bijdrage als zelfstandige, maar ben je al onttrekkend, dan bouw je dat eigenlijk op aan de hand van je RSZ-afdrage dat de werkgever voor jullie aan de kant houdt.
En dat is het verschil tussen hoofdberoep en bijberoep. Ik ben onttrekkend, ik werk bij Xerius, ik ben onttrekkend. Mijn werkgever gaat voor mij elke maand een resetafdracht betalen. En daarmee bouw ik mijn sociale zekerheid al op. Als ik dat al heb aan de hand van mijn onttrekkend statuut, dan wil dat zeggen, op het moment dat ik zelfstandig wil worden, dat ik niet een hoofdberoep kan aansluiten, maar dat ik een bijberoep aansluit. Want ik heb al mijn eigen statuut aan de hand van mijn onttrekkend statuut. Stel dat ik dat niet zo heb, stel dat ik thuis ben en ik wil starten als zelfstandige, maar ik heb nog geen enkel ander statuut, dan moet ik aansluiten in hoofdberoep, want binnen België ben je verplicht om een sociale zekerheid op te bouwen. En daar zit het verschil tussen hoofdberoep en bijberoep. Heel vaak denken mensen van, ja, ik verdien nog niet veel, ik heb nog geen hoog inkomen als zelfstandige, ik moet een bijberoep aansluiten. Maar dat heeft daar niks mee te maken. Ook al verdien je 0 euro, als je geen eigen statuut hebt, waar je sociale zekerheid mee opbouwt, dan ben je verplicht om aan te sluiten in hoofdberoep. Dus hoofdberoep, bijberoep is afhankelijk van hoe moet ik mijn sociale zekerheid rechten opbouwen. Bouw ik ze al op via een ander statuut, dan kan ik een bijberoep aansluiten. Krijg ik een uitkering, werkloosheidsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering, en daar bouw ik ook voldoende rechten mee op, dan kan ik ook een bijberoep aansluiten als de uitbetalingsinstelling dat goedkeurt. Werkloosheidsuitkering krijg je een uitkering van de RVA. De RVA moet aan jullie goedkeuren dat hij mag starten in bijberoep. Arbeidsongeschiktheidsuitkering krijg je van de mutualiteit. De mutualiteit, de geneesheer, moet goedkeuren dat hij in bijberoep mag starten. En dan statuut student zelfstandige. Statuut student zelfstandige, ik ben student. Ik voldoe aan de voorwaarden voor het statuut student zelfstandige. Ik kan aansluiten als student zelfstandige. Is dat voor iedereen duidelijk, dat verschil tussen hoofdberoep, bijberoep, student? Want dat vind ik een zeer belangrijke. Ja, zeker. Ja. Ja? Statuut student zelfstandige, want ik denk dat de meeste hier studenten zijn. Misschien nog iets gedetailleerder gaan toelichten. Wat zijn de voorwaarden? Je moet tussen de 18 en de 25 jaar zijn. Je moet minstens 27 studiepunten ingeschreven zijn aan een erkende onderwijsinstelling. En je moet regelmatig de lessen volgen. Ik weet dat als ik dat zeg, en zeker, nu is het digitaal dat ik dat geef, maar als ik dat live zeg, van ja, jullie moeten regelmatig de lessen volgen, krijg ik meestal zo de opmerking van ja, hoe, we zitten hier in een aula met 1000 studenten, wie gaat er in godsnaam gaan zien van als wij regelmatig de lessen volgen? Dat is waar. Maar er werd heel veel misbruik gemaakt van statuut student zelfstandige, waardoor dat de fiscus, waardoor dat het RSVZ wel regelmatig had steekproeven gaan doen op de examenresultaten, om te gaan kijken van, zijn de examens hier gewoon ingediend zonder in te vullen, 000 op 20 overal, dan gaan zij wel een keer verder gaan kijken van, volgt de student wel effectief die opleiding? Want vroeger werd er heel vaak gewoon ingeschreven bij een opleiding, om eigenlijk gewoon dat statuut student zelfstandig nog zo ver mogelijk te gaan doortrekken. En om dat wat te vermijden, gaan ze inderdaad steekproeven doen naar de examens toe, om te gaan kijken van, volgen jullie effectief wel die opleiding? Okay. Dus het is inderdaad wel zo, statuut student zelfstandig, perfect statuut, maar je moet effectief wel een opleiding zijn dat jullie effectief ook volgen. Okay. Wat is er zo interessant aan dat statuut student zelfstandig, is dat jullie tot 7000 euro mogen bijverdienen. Ik spreek hier over netto belastbaar. Netto belastbaar is jouw inkomsten met jouw beroepskosten. Jouw netto belastbaar inkomen, dat is die 7000 euro. Blijven jullie daaronder als zelfstandige, en ik spreek hier enkel en alleen over jouw inkomsten als zelfstandige. Ik spreek niet over jouw inkomsten als studentenjob. Dus die 7000 euro is enkel jouw inkomen als zelfstandige. Blijf je onder die 7000 euro, dan ga je bij ons ook geen sociale bijdrage betalen. Dat wil zeggen dat je vrijgesteld bent van sociale bijdrage. Op het moment dat je die 7000 euro overschrijdt, stel nu ik heb 10.000 euro verdiend als zelfstandige, dan mag je die 7000 euro daarvan aftrekken en op het verschil ga je 20,5% sociale bijdrage betalen. Op het moment dat je die 14.000 overschrijdt, dan word je bij ons gezien als zelfstandige in hoofdberoep. Dus dat wil zeggen dat je alle voordelen van statuut student zelfstandige kwijt bent. Dus die aftrek van die 7.000 euro bestaat dan ook niet meer. Je gaat 20,5% betalen op je werkelijk inkomen. Dus waar raden wij ook aan als student zelfstandige? Probeer te vermijden dat je de grens van die 14.000 overschrijdt. Stel nu dat jullie een zeer goede business hebben en jullie gaan dat overschrijden, dan is de oplossing hier om een vennootschap op te richten.
en om de inkomsten in de vennootschap te laten zitten. Dan zit het geld in de vennootschap en jullie kunnen jullie zelf dan als bedrijfsleider een inkomen toekennen van 7000 euro op jaarbasis, waardoor jij ook geen sociale bijdrage gaat betalen. Dus dat is een oplossing. Maar nog een keer, dat is iets waar je, dat je eigenlijk met je boekhouder gaat bespreken. Dus je ziet hoe relevant dat de boekhouder is. Hè. Dus zeer belangrijk ook, donderdag ga zeker naar die sessie van die boekhouders, maar zoek ook een boekhouder waar jij een zeer goede klik mee hebt. Zeer belangrijk is dat je het gevoel hebt dat je kan communiceren met je boekhouder en dat je niet elke keer dat je boekhouder belt een afrekening krijgt. Hè. Dus zorg, ga naar verschillende boekhouders, spreek ermee en zorg dat je boekhouder vindt die met jou, allee, dat hij het gevoel hebt, oké, daar heb ik echt een klik mee, die gaat mij echt vooruit helpen in mijn carrière als zelfstandige. Dat is zeer belangrijk. Maar dus, onder de 7000 euro geen sociale bijdrage. Tussen de 7000 en de 14000 euro betaal je op het verschil sociale bijdrage. Overschrijd je de grens van die 14000 euro, dan word je bij ons gezien als zelfstandige in hoofdberoep en niet meer als zelfstandige als student zelfstandige. Statuut student zelfstandige, zolang dat jullie tussen de 18 en de 25 zijn, zolang dat jullie 27 studiepunten hebben, kan je dat statuut student zelfstandige behouden. Het jaar wanneer je 25 wordt, kan je statuut behouden tot en met 30 september van dat jaar. Het jaar waarin dat jullie afstuderen, kan je ook tot en met 30 september dat statuut behouden. Dus dat wil zeggen dat je in die twee situaties pas vanaf 1 oktober van dat jaar omgeschakeld wordt naar een ander statuut. Ofwel hoofdberoep, ofwel bijberoep, afhankelijk van wat jullie situatie dan zal zijn. Maar beslissen jullie bijvoorbeeld in februari van ik stop met studeren, ik heb het hier volledig gehad, ik wil volledig als zelfstandige beginnen, dan moeten wij jou in het kwartaal waarin dat je beslist om te stoppen, omschakelen naar een ander statuut. Dus dat wil zeggen dat je daar in die situatie niet meer tot en met 30 september statuut student zelfstandige kan behouden. Misschien een keer een kort voorbeeldje. Stel, jullie zijn gestart als student zelfstandig 1 januari 2020. Jullie studeren af op 30 juni. Jullie beslissen van niet loontrekkend te worden, maar effectief op 1 oktober te starten als zelfstandig in hoofdberoep. Dus dat wil zeggen van 1 januari tot en met 30 september zijn jullie student zelfstandig. Vanaf 1 oktober zijn jullie zelfstandig in hoofdberoep. De eerste twee kwartalen hebben jullie 6000 euro verdiend. Van juli tot en met december hebben jullie 9000 euro verdiend. Dat wil zeggen dat jullie een jaarinkomen hebben van 15.000 euro. Maar 15.000 euro? Ja, 15.000 euro zit boven die grens van die 14.000 euro. Okay. Dus dat wil zeggen dat er 4 kwartalen in hoofdberoep zullen betaald worden. Is dat duidelijk voor iedereen? Huh? Houd er rekening mee dat wij gaan kijken naar het jaarinkomen. Nee? Hoeveel kwartalen zijn er in een jaar? Zeer belangrijk als zelfstandige. 4. 4 kwartalen in een jaar. Nee? Dat is zeer belangrijk om te onthouden als zelfstandige. Er zijn 4 kwartalen. Stel nu dat jullie de eerste 3 kwartalen als student zelfstandige zijn aangesloten en het 4e kwartaal zelfstandige hoofdberoep. Jullie hebben de eerste 3 kwartalen 0 euro verdiend. En het 4e kwartaal verdienen jullie 10.000 euro. Dan gaan jullie 4 kwartalen op 10.000 euro betalen. Okay. Wij maken geen onderscheid in de categorieën. Wij kijken altijd naar het jaarinkomen. Oké? Okay. Maar straks komen er dan nog voorbeeldjes van. Groeipakket. Wat wil dat zeggen, groeipakket? Dat is jullie kinderbijslag. Oké? Okay. Kunnen jullie, want dat is een van de eerste vragen aan de ouders meestal stellen, van ja, maar ja, oké, mijn zoon, dochter wil zelfstandig worden, maar wat met de kinderbijslag? Zolang dat je de grens van 14.000 euro niet overschrijdt, blijft de kinderbijslag in orde. Blijft de kinderbijslag uitbetaald worden. Okay? Naast zelfstandig, student zelfstandig zijn, mogen jullie ook nog 475 uren als jobstudent werken. Daarnaast, okay? Dus jullie mogen student zelfstandig zijn en daarnaast nog 475 uur jobstudent uitoefenen. Belastingen. Ik heb nu tot nu toe constant gesproken over de sociale bijdrage. Dat is wat je bij ons betaalt, sociale bijdrage. Wij gaan enkel gaan kijken naar jullie inkomsten als zelfstandige. Oké? Okay? Je hebt je inkomen als zelfstandige, je inkomen als jobstudent. Wij, voor de sociale bijdrage, gaan enkel gaan kijken naar je inkomsten als zelfstandige. Belastingen
ga gaan kijken naar het globaal inkomen. Zowel jouw inkomen als zelfstandig, als jouw inkomen als jobstudent. Dus die beide inkomsten gaan zij samen gaan bekijken, de belastingen. Normaal gezien, zodra je 18 jaar bent, moet je eigenlijk een belastingaangifte doen. In praktijk is dat niet zo. In praktijk zeggen ze, zodra je eigenlijk meer verdient dan 8.890 euro, zou je eigenlijk moeten een aangifte doen. Okay. Het belangrijkste gewoon is dat je weet dat sociale bijdrage kijken wij naar jouw inkomen als zelfstandige. Belastingen gaan ze gaan kijken naar jouw inkomen als jobstudent en zelfstandige. Ik ga hier niet verder op ingaan, ikzelf, want ik ben geen fiscalist. Ik weet ook niet alles over de fiscale wetgeving. Maar dat is iets waar dat donderdag de boekhouder gaan op ingaan. Okay? Wat met je belastingen? Dat is één punt. We hebben een sociale bijdrage, we hebben jouw belastingen. Maar eigenlijk hebben we ook nog fiscaal te lasten zijn van. Jullie zijn op dit moment fiscaal te lasten van jullie ouders. Dat wil zeggen dat jullie op dit moment een fiscaal voordeel zijn van jullie ouders. Maar kun je fiscaal voordeel blijven van jullie ouders als jullie zelfstandig zijn? Daar gaat men ook opnieuw gaan kijken naar het globaal inkomen. Jouw inkomen als zelfstandig en jouw inkomen als jobstudent. Dus onthoud dat goed. Sociale bijdrage, enkel jouw inkomen als zelfstandige. Belastingen en fiscaal te lasten gaan ze gaan kijken naar jouw inkomen samen. Jouw inkomen als zelfstandige als jouw inkomen als jobstudent. Om te gaan kijken van ben je nog steeds fiscaal te lasten bij jullie ouders, gaan ze gaan kijken naar bepaalde grenzen. Ze hebben daar een onderscheid tussen gemaakt. Zijn jullie ouders samen belast, dan moet je als zelfstandige onder de 3.280 euro blijven. Dat is niet wat je mag verdienen, hè. Dat is hierna een bepaalde formule. En die formule gaat dat straks nog toeleggen. Zijn jullie ouders afzonderlijk belast, moet je onder de 4.880 blijven. Zijn jullie ouders afzonderlijk belast, maar is er nog een handicap te lasten, dan is 6.200. Maar hoe komen wij tot die bedragen? Jullie mogen jullie inkomsten, mogen jullie een forfait aftrekken van 2.780 euro. En daarnaast mogen jullie ook nog een keer jullie werkelijke kosten of een forfait van 20% afhouden. En dan, achter deze formule, moeten jullie onder deze grenzen liggen. Misschien net iets duidelijker is aan de hand van een voorbeeldje. Stel nu, Lander is DJ en die heeft 6.900 euro verdiend in dat jaar. Netto belastbaar. Die heeft 6.900 euro verdiend. Dan mag je een forfait van 2.780 aftrekken. Nee, dus dat mag je al in eerste instantie gaan afhouden. Dan komen wij tot 4.120 euro. Nee? En sorry, ik moet iets anders zeggen. Die 6.900, hier spreek ik niet over netto, dat is hier bruto, dat wil zeggen. Nee? Dan houden we 2.780 gaan aftrekken. Wij zitten aan 4.120. En dan mag je een forfait aftrekken, die 20%. Of als hij zegt van ja, mijn werkelijke kosten zijn eigenlijk meer dan 20%. Dan mag je ook beslissen om je werkelijke kosten af te houden. En dan, Lander zit hier onder de 3.296. Zijn ouders zijn gezamenlijk belast. Die zit dus onder de 3.380. Dus dat wil zeggen dat Lander fiscaal te lasten blijft van zijn ouders. Okay. Donderdag gaat dat ook meer toegelicht worden voor jullie, fiscaal te lasten. Hey, maar dat is nu al een keer gewoon een idee geven van weet. Hier gaan ze gaan kijken naar het globaal inkomen. Oké? Okay. Mogelijke situaties, ik ga die nu een keer overlopen met jullie. Omschakelen naar hoofdberoep, wat houdt dat in? Stel dat jullie afstuderen, stel dat jullie, zelfs, dat jullie 25 jaar worden. Jullie worden omgeschakeld naar hoofdberoep. Dat wil zeggen, jullie sociale zekerheidsrechten worden opgebouwd met je zelfstandig statuut. Okay. Dat wil ook zeggen, dat je als zelfstandige bij ons een minimumforfait moet betalen. Waarom is dat? Je moet in België een bepaald bedrag betalen om je sociale zekerheid op te bouwen. Als je zegt van oké, ik wil niet zelfstandig worden in hoofdberoep, ik wil vanaf 1 oktober aansluiten in bijberoep, dan moeten jullie ook zorgen dat je vanaf 1 oktober een loontrekkende activiteit hebt. Dan moeten jullie zorgen dat je vanaf 1 oktober een loontrekkende activiteit hebt, een contract hebt als loontrekkende. Oké, zo niet, zal je vanaf 1 oktober omgeschakeld worden naar hoofdberoep. En dan bouw je sociale zekerheid zeggen op met je zelfstandig statuut. Stel dat je afstudeert en je wil de job vinden, maar je vindt geen job. Ja, dan zal je ook vanaf 1 oktober omgezakt worden naar hoofdberoep. Stel dat je zegt, van, ja, ik wil dat echt niet. Dan is de enige mogelijkheid om je zelfstandige activiteit stop te zetten voorlopig.
totdat je eigenlijk een onttrekkende activiteit hebt gevonden. Op het moment dat je onttrekkend bent en zegt van oké, nu wil ik weer opstarten, dan kunnen we jou opnieuw opstarten. Omschakelen naar bijberoep, wat wil dat zeggen? Dat jullie een minstens half tijds onttrekkende activiteit moeten hebben. Bijberoep kan van zodra dat je minstens half tijds onttrekkend bent. Waarom is dat? Het is maar vanaf een half tijds loontrekkende activiteit dat je ook sociale zekerheidsdagen opbouwt. Dus dat wil gaan zeggen dat je moet gaan kijken in die sector waar dat jij wil gaan werken. Wat is een voltijdscontract? En jij moet halftijds daarvan minstens werken. Stel dat in dat bedrijf is een voltijdscontract 40 uren. Dan moet hij minstens 20 uren te werk gesteld zijn. Stel dat een voltijdscontract in dat bedrijf 38 uur is. Dan moet hij minstens 19 uren te werk gesteld zijn. Ik kan hier nog heel veel over doorgaan over dat bijberoep. Ik denk, op het moment dat jullie in die situatie zitten, geef mij een belletje, zodat we jouw specifieke situatie kunnen overlopen. Zeer belangrijk, je als zelfstandige, durf vragen stellen. Als zelfstandige moet je het niet alleen oplossen, geef mij een belletje, zodat we jouw situatie heel gedetailleerd kunnen gaan bekijken. Oké? En dat zit in de dienstverlening van Xerius. Dus het is niet dat je bij ons met vragen komt, jullie moeten ons elke dag bellen, jullie moeten ons 10 keer per dag bellen, maar doet dat niet, maar jullie mogen ons 10 keer per dag bellen. Dat zit in jouw aansluiting als zelfstandige. Wij gaan daar geen extra factuur voor opsturen. Dus die dienstverlening zit in jouw aansluiting als zelfstandige. Ook al ben je nog niet aangesloten bij Xerius, wij zijn een dienstverlenend bedrijf. Dat is een gratis dienstverlening. Wij werken eigenlijk in functie van het RSVZ, de overheidsinstantie. Dus onze dienstverlening is gratis. Jullie mogen ons opbellen met vragen. We gaan daar niks voor aanrekenen. Dus bel als je met vragen zit. Mag ik misschien nog één dingetje vragen? Ja. Je hebt natuurlijk ook dat het kan zijn dat je werkt bij een werkgever. En dat je dan vervolgens een eigen bedrijf daarnaast bijvoorbeeld begint. Ja. Hoe moet je dat zeg maar financiële plaatje een beetje voor je zien in hoofdlijnen? Is dat ook natuurlijk belasting, zeg maar met belasting en zo? Hoe zit dat een beetje in elkaar? Ja, dus je bent onttrekkend bij je werkgever en dan wil je zelfstandig worden. Dat wil zeggen, je werkgever gaat voor jou jouw RSZ-afdracht doen. En in belastingen had in deel 1 alles van jouw inkomsten van je werk voor een loontrekkingsstatuut ingevuld worden. Daarna ben je zelfstandig, dus dat wil zeggen, hij hebt daar ook een inkomen. Hij gaat daar zelf je sociale bijdrage op betalen, wat hij bij ons doet dan. Maar eigenlijk ga je dan op je belastingaangifte ook deel 2 moeten invullen. Dus in België heb je deel 1 jouw loontrekkingsstatuut, deel 2 jouw zelfstandig statuut. En op basis daarvan kom je in een bepaalde schijf. En dan ga je op die manier belastingen betalen. Oké, top. Ja, precies. Ja. Dus loontrekkend RSZ-afdracht gebeurt via jouw werkgever. Zelfstandig jouw RSZ-afdracht gebeurt via ons, via het Sociaal Verzekeringsfonds. Belasting, deel 1, deel 2. En op basis daarvan kom je in een bepaalde schijf terecht. Precies. Oké, top. Dankjewel. Goed, stel dat jullie in jullie academiejaar beslissen om te stoppen met studeren. Zoals ik daar straks zei, in februari zeg je van ik stop met studeren. Dan word je in het kwartaal zelf omgeschakeld naar hoofdberoep. Dus dat is niet voordelig. Het is interessanter van je studies te beëindigen in dat jaar. Zeker als je het student zelfstandig hebt. Goed, afgestudeerd maar nog een thesisjaar. Dus dat kan. Je kan statuut student zelfstandig behouden als je met een thesisjaar zit, maar enkel en alleen als je je thesis vooraf nog niet had ingediend. Dus het moet effectief gaan over het thesisjaar, waar je effectief je thesis voor de eerste keer ook volledig moet aanmaken. Dus dat is de enige manier om het thesisjaar te kunnen combineren met statuut student zelfstandig. Stagejaar is ook oké, als je ingeschreven bent voor 27 studiepunten, of als je 17 lesuren of stageuren hebt, dan is het ook oké voor het statuut student zelfstandig. Misschien nog voor diegenen die zouden willen doctoreren. Doctoraatstudenten kunnen ook het statuut student zelfstandig behouden als in hun contract staat dat ze pensioenrecht opbouwen. Dus dat is iets, stel dat jullie willen doctoreren en jullie moeten vooraf jullie contract gaan overleggen, gaan bespreken, zorg ervoor dat jullie heel duidelijk weten van, worden er voor mij pensioenafdrachten gedaan? Is dat niet het geval, dan kan je als doctoraatstudent ook niet aansluiten als student zelfstandig. Of in bijberoep. Dus er is een verschil. Je moet dan kijken als doctoraatstudent, want meestal ga je de grens van 25 overschrijden dan.
dan kan je statuutstudent zelfstandig niet meer behouden. Maar stel dat je wel een bijberoep aansluiten, zorg ervoor dat er in je contract staat dat je pensioenrecht behoudt. Stel dat je twijfelt, vooraleer dat je je contract voor doctoraatstudent ondertekent, mag je die altijd een keer doorsturen naar ons, zodat wij kijken voor jullie als het al dan niet in orde is. Oké? Okay? Hoe? Het saaiste stuk van de PowerPoint, maar voor mij het meest leuke stuk, maar voor jullie wel interessant om te weten, hoe worden die sociale bijdragen berekend? Ik heb al een keer laten bij Laura vragen, een keer laten weten van, kijk, wij, Xerius, wij werken voor de overheid. Hey, overheid, dat is, ik heb daar straks gezegd, wie is onze overheidszelfstandige van de zelfstandige? Wat is de instantie voor de zelfstandige binnen België? 4 letters. Ja, in Nederland is KVK, maar... KVK, ja. In België is dat RSVZ. Ja, Sociale Verzekering der Zelfstandigen. Dat is onze overheidsinstantie. Dat wil zeggen, Xerius is de tussenpersoon tussen de zelfstandigen en het RSVZ. Dat wil zeggen, wij gaan wel jullie sociale bijdrage gaan vorderen elk kwartaal, maar wij gaan dat de dag dat wij het ontvangen, meteen gaan doorsturen naar de overheid. En dat is voor die sociale zekerheidswet. De overheid houdt dat bij voor jullie. Okay? Maar eigenlijk, alles is voor het RSVZ. Maar wij zijn eigenlijk de tussenpersoon. Tussen het RSVZ en de zelfstandigen. Misschien nog een keer korte vraag. Sociale bijdrage betalen. Waar zit het verschil tussen een eenmanszaak en een vennootschap? Je sociale bijdrage. Op wat betaal je sociale bijdrage bij een eenmanszaak? Op wat betaal je sociale bijdrage bij een vennootschap? Nathan, ik voel dat je iets wil zeggen. Ja, maar ik kan het eigenlijk. Ik ben eigenlijk niet zeker. Maar dat is niet erg dat je niet zeker bent. Ik zal proberen. Ik denk dat het bij je persoonlijke rekening eigenlijk zit. Dus eenmanszaak zit eigenlijk bij je persoonlijke rekening en vennootschap heb je dan een andere rekening. Ja, sowieso. Ja, je bent de goede richting aan het uitgaan, Nathan. Sowieso heb je een apart rekeningnummer. Is dat nu voor je vennootschap of voor je eenmanszaak? Maar dat klopt. Het rekeningnummer van een vennootschap staat op de vennootschapsnaam. Het rekeningnummer van je eenmanszaak is eigenlijk op je persoonlijke naam. Dat is inderdaad het verschil. Maar het grote verschil zit hem dat je bij je vennootschap een aparte rechtspersoon gecreëerd hebt. Okay? Dus dat wil zeggen, als eenmanszaak komt voor mij al mijn inkomsten binnen op mijn persoon. Op jouw apart rekeningnummer van je eenmanszaak. Alles komt daarop binnen. Dat wil zeggen, met een eenmanszaak betaal je ook sociale bijdrage op wat er gekomen is. Met je beroepskosten weliswaar. Maar je voelt dat je daar niet mee kan spelen. Alles wat op dat rekeningnummer binnenkomt, daarop betaal je sociale bijdrage. Bij je vennootschap komt al jouw inkomsten binnen bij die rechtspersoon. Dus al de inkomsten zitten op die rechtspersoon. En hij als bedrijfsleider gaat jou zelf een loon toekennen. Stel nu dat de vennootschap een inkomen heeft gehad van 100.000 euro, maar hij als bedrijfsleider, student nog, heeft beslist om op jaarbasis maar 7.000 euro uit te keren naar jezelf. Jouw loon. Jouw jaarloon is 7.000 euro. Hij gaat als student zelfstandig op die 7.000 euro betalen sociale bijdrage. Geen sociale bijdrage in jullie geval dan. Dus je voelt dat je met een vennootschap wel meer kan gaan spelen. Ik laat alles in de vennootschap zitten. Ik kan mezelf maar 1000 euro toe per maand. Ik kan mezelf geen loon toe per maand. Met een vennootschap kan je dat doen. En het is wat je als loon krijgt als bedrijfsleider, daarop dat je sociale bijdrage gaat betalen. Dus daar zit dat grote verschil. Bij een eenmanszaak kan je daar niet mee gaan spelen. Bij een eenmanszaak, wat dat er binnenkomt, daarop ga je sociale bijdrage betalen. Oké? Okay? Dat klinkt nu vrij rooskleurig. Jullie gaan allemaal beslissen nu voor met een vennootschap te beginnen. Maar weet dat je bij je vennootschap ook nog met vennootschapsbelasting zit en met vennootschapsbijdrage. Dus houd daar wel rekening mee dat dat er ook nog is. Hè? Maar ik spreek hier nu over jouw persoonlijke sociale bijdrage. Bij een eenmanszaak betaal je op het volledige plaatje. Bij je vennootschap kan je daar zelf mee gaan spelen. Oké? Okay? Meestal, dat is dan... De boekhouder gaat dat beter weten. Hè? Meestal, als wij zo heel algemeen een advies moeten geven, bij een persoon alleen die wilt opstarten, raden wij meestal aan van start met een eenmanszaak. Het is eenvoudiger. Hè? Je kan makkelijker stopzetten als het nodig is. Het
Tenzij dat je met zeer grote investeringen zit, eh? Als je met heel grote investeringen zit, ga je meestal aanraden van toch met een vennootschap op te starten. Maar stel nu dat je met een vennoot, met een eenmanszaak bent opgestart, ga je meestal zeggen van rond de 40.000 euro op jaarbasis aan inkomsten, is misschien een keer het moment om te schakelen naar een vennootschap. Om ook dan fiscaal te gaan optimaliseren. Maar in welke situatie zeggen wij van meestal starten met een vennootschap? Ja, als je met verschillende personen zit, gaan we dat vaak gaan aanraden. Maar ook als je met zeer grote investeringen zit. Okay? Maar komt er bij mij een fotograaf en die heeft al zijn toestel. En die is student en die wil opstarten, ga ik meestal gaan zeggen van start met een eenmanszaak. Okay? Komt er bij mij... vier studenten en die zeggen wij willen samen iets opstarten, wij zitten wel met bepaalde investeringen, dan ga ik toch meer geneigd zijn om met een vennootschap op te starten. Goed, het verschil dus, eenmanszaak komt alles, je bruto komt binnen, je inkomsten min je beroepskosten en op netto belastbaar inkomen ga je sociale bijdrage betalen. Vennootschap, inkomen komt binnen in de vennootschap, je keert jezelf een loon toe als zaakvoerder en het is op dat loon als zaakvoerder dat je sociale bijdrage gaat betalen. Okay. Sociale bijdrage, dat is die 20,5% sociale bijdrage. Hou je rekening mee dat jouw inkomsten om de 2 jaar krijgen wij dat werkelijk inkomen door. Okay. Wat wil ik daarmee zeggen? Stel dat jullie gestart zijn in 2021. Okay. In 22 gaan de inkomsten door naar de fiscus. In 23 gaan wij het werkelijk inkomen van 21 doorkrijgen. Dus dat wil zeggen, in 23 gaan wij voor 21 gaan herberekenen. En gaan kijken van, heeft de student voldoende betaald, ja of nee? Moet hij nog iets bijbetalen? Heeft hij te veel betaald en moeten wij gaan terugbetalen? Dus weet voor elk jaar dat er 2 jaar nadien een herberekening gebeurt. Op basis van het inkomen dat wij doorkrijgen van de fiscus. Wat het belangrijkste aan jouw sociale bijdrage is de berekeningsbasis. En dat is altijd een jaarinkomen. Weet dat de berekeningsbasis voor jouw sociale bijdrage een jaarinkomen is. Dus dat wil zeggen voor ons 4 kwartalen. 4 kwartalen is een jaarinkomen. Hoe wordt de berekeningsbasis berekend? Je gaat jouw werkelijk verdiend inkomen gaan delen door het aantal actieve kwartalen. En dan vermenigvuldig je met 4. Bijvoorbeeld, ik ben gestart 1 juli 2021. 1 juli, welk kwartaal is dat? Het derde kwartaal. Eh? Derde kwartaal is inderdaad... 1 juli is de start van het derde kwartaal. Dus ik start 1 juli. Dus hoeveel actieve kwartalen heb ik? 2. Dus ik start 1 juli, ik ben het derde en het vierde kwartaal actief. Dus dat wil zeggen, ik heb nog geen jaarinkomen. Stel dat ik in juli en in het derde kwartaal en het vierde kwartaal een inkomen gehad heb van 10.000. Dus mijn verdiend inkomen is 10.000. Dan gaan we die 10.000 delen door het aantal actieve kwartalen. Dus dat is delen door 2, maal 4. Dus dat wil zeggen dat mijn berekeningsbasis 20.000 zal zijn. Dus voor die 2 actieve kwartalen... is de berekeningsbasis 20.000. Voorbeeldjes. Kan jullie een keer op de mak laten kijken? En als iemand antwoord weet, mag ze het zeggen. Voorbeeld 1. Ik start 1 juli 2019. Ik ben doorlopend actief. We hebben dat juist gedaan, dat voorbeeldje. Dus wat? Op welk inkomen gaan de sociale bijdragen berekend worden hier? Als we naar de formule gaan, verdiend inkomen is 10.000, aantal actieve kwartalen is 2, 10.000 gedeeld door 2 maal 4 is 20.000. Volgende voorbeeldje. Ik start 1 maart. Ik ben doorlopend actief. Mijn werkelijk verdiend inkomen is 30.000. Op welk inkomen gaan de sociale bijdragen betaald worden? Op 30.000. Op wat? 30.000. 30.000, juist Stefan. Ik ben blij. Adieu, eigenlijk ben ik niet blij. Ik hoop dat je fout ging maken. Maart is inderdaad het eerste kwartaal. Hè? Dus er zijn hier 4 actieve kwartalen. Dus dat wil zeggen dat inkomen niet herberekend moet worden. Inkomen blijft 30.000. Is dat voor iedereen duidelijk?
Ja. Ja? Goed, voorbeeld 3. En dat komt vaak voor. Hè? Voorbeeld 3 nu, die pop-up bars, zomerbars, restaurant op de Lakes. Hè? Ze zijn voor 1 zomer actief. Dus ja, 1 juli start ik. Ik stop 30 september. Hoeveel actieve kwartalen hebben we hier? 1 kwartaal. 1 actief kwartaal. Dus wat, op welk inkomen gaan de sociale bijdragen voor dat kwartaal berekend worden? 5.000? Nee. Nee, doe een keer. Kijk, je zegt 1 actief kwartaal en het inkomen is 20.000. Dus wat doen we? Verdiend inkomen is? 20.000. Delen door het aantal actieve kwartalen. Deel door. Is 1. Ja, is dus 20.000. Maal 4 is? 80.000. 80.000. Dat wil zeggen dat hier in dit geval, dat 1 kwartaal gaat berekend worden op 80.000. Hey, voorbeeld 4. Want dat is ook van toepassing bij stoppen. Stel, ik start 1 januari 19 en ik stop dat jaar 30 juni. Op welk inkomen gaan de sociale bijdrage berekend worden? Op 20.000. 20.000, juist, Cedric. Hey. 2 actieve kwartalen, inkomen is 10.000. Dat is eigenlijk gewoon maal 2. Klopt. Dat is hier onze barema. Allee, jullie gaan dat zelf nog nooit gezien hebben. Dat is eigenlijk de barema waar wij en de boekhouders mee werken. Bovenaan kan je de verschillende categorieën zien. Hoofdberoep, bijberoep, meewerkende partner, artikel 37, student. Links kan je voorbeelden zien van netto belastbare inkomsten. En dan kan jullie eigenlijk gaan kijken van, oké, in mijn statuut als student, hoeveel sociale bijdrage moet ik betalen? Misschien een keer een vraagje. Stel dat ik als student 11.000 euro heb verdiend. 4 actieve kwartalen, dus er moet geen herberekening gebeuren. Hoeveel sociale bijdrage betaal ik per kwartaal? 210 euro en 13. Ja. Juist. Wat wil ik daarmee zeggen? Gebruik dat barema. Stel dat jullie zelfstandig zijn en jullie hebben een bepaald inkomen, dan kun je voor jezelf een keer gaan kijken van oké, betaal ik hier nu eigenlijk wel sociale bijdrage of niet? Stel dat jullie al op de vrijstelling staan, jullie hebben dat gevraagd aan ons, jullie betalen geen sociale bijdrage, maar je merkt dat je inkomen wel 8.000 euro gaat zijn, dan weet je dat je 2 jaar nadien 4 keer 50 euro gaat moeten bijstorten. Omdat je eigenlijk te weinig betaald hebt. Okay? Stel dat jullie een inkomen hebben van 30.000 euro als student zelfstandige. Wat ga je moeten betalen per kwartaal? €30.000. 1.584 per kwartaal. Inderdaad. Maar je ziet ook dat die 1.584 hetzelfde is als alle andere kwartalen. Waarom is dat? Ik heb daar straks gezegd, van zodra je die grens van die 14.000 overschrijdt, dan word je gezien als zelfstandig in hoofdberoep. En dat is voor alle categorieën zo. Want zodra je die grens van 14.000 overschrijdt, dan betaal je hetzelfde als een zelfstandige hoofdberoep. 20,5% op je volledig inkomen. Dus met die barema kan je aan de slag gaan om te gaan kijken van betaal ik in mijn situatie eigenlijk wel voldoende sociale bijdrage? Ja of nee? Ik heb het dan vanmorgen nog een paar extra voorbeeldjes ingestoken, omdat ik dat wel belangrijk vind. Stel, student gestart 1 januari 2020, studeert af 30 juni. Dus dat wil zeggen, studeert af, dan mag je tot en met 30 september je statuut student zelfstandig behouden. Dat wil zeggen dat je tot en met 30 kwartaal jouw statuut student zelfstandig mag behouden. Goed. Dus dat wil zeggen, eerste, tweede, derde kwartaal ben je nog student zelfstandig. Vierde kwartaal heb je beslist, ik ga zelfstandig worden in hoofdberoep. Eerste 3 kwartalen heb je niks verdiend. 0 verdiend. Maar in dat vierde kwartaal heb je 1 grote opdracht en je hebt 20.000 euro verdiend. Wat is de berekeningsbasis voor die 4 kwartalen? Hoeveel actieve kwartalen zijn er? 1. Nee. 4. Want de eerste 3 kwartalen ben je ook zelfstandig. Als student zelfstandig. Je hebt wel geen inkomsten gehad, maar je bent wel aangesloten bij ons. Je bent actief, ook al zijn er geen inkomsten. Dus ik ben blij dat jullie zeggen 1,
Want dat was een beetje het idee van het voorbeeld. Maar er zijn 4 actieve kwartaal. Wat je bent bij ons voor het volledige jaar aangesloten. Dus dat wil zeggen, er zal geen herberekening gebeuren. Maar je zal wel de 4 kwartalen op 20.000 betalen. Dus ook al heb je als student zelfstandig geen inkomsten gehad, die 4 kwartalen zullen berekend worden op 20.000. Dus dat wil zeggen, de 4 kwartalen gaan berekend worden op 20.000. Dus hij gaat elk kwartaal 1030 euro betalen. Dus hij gaat 4 keer 1030 euro betalen. Ja, je zou kunnen zeggen, ja, maar ja, als student zelfstandig, ik heb daar 0 euro verdiend, ik zit toch onder de grens van 7.000. Wij werken met een jaarinkomen. De wet heeft gezegd, ongeacht jouw categorie van aansluiting, moeten de sociale bijdrage berekend worden op je jaarinkomen. Wat zou je in die situatie kunnen gedaan hebben? Hier, stel dat je in dat vierde kwartaal een mooie opdracht kreeg, dan zou je kunnen gevraagd hebben aan de opdrachtgever van, kijk, kunnen we anders factureren in 21? Okay? Dat je in het vierde kwartaal ook nog op 0 euro staat, en dan ga je de voordelen van het statuut student zelfstandig hier niet kwijt zijn. Dus probeer daaraan te denken. Okay? Probeer te denken aan het feit van, stel nu dat ik een opdracht kreeg in dat vierde kwartaal, probeer de opdracht eventueel het jaar daarop te zetten. Of alvast de facturatie het jaar daarop. Hoe? Ja, top. Het start 1 oktober 2020 als student zelfstandig. Eerst het tweede kwartaal en het derde kwartaal ben je niet zelfstandig. Het vierde kwartaal ben je gestart en je hebt een inkomen van 5.000 euro. Wat zeggen de meeste studenten? Yes, ik zit onder die 7.000 euro. Ik ga geen sociale bijdrage betalen. Maar op welk inkomen zal de zelfstandige hier betalen? 20.000. Dus dat wil zeggen dat hij in dat vierde kwartaal hier ook 1030 euro zal betalen. Hou daar rekening mee. Als hij start 1 oktober als student zelfstandig en hij wilt vrijgesteld zijn van de sociale bijdrage, dan mag hij eigenlijk nog maar 1/4 van die 7000 euro verdienen. Want wij moeten hier maal 4 doen van je berekeningsbasis. Dus hier ga je ook op 20.000 sociale bijdrage betalen. Oké? Okay? Moment dat jullie... sowieso zeg ik altijd, moment dat je wilt opstarten, moment dat je afstudeert, moment dat jullie 25 worden, moment dat er iets wijzigt in jullie situatie, moet je ons opbellen. Bel ons op, zodat we jouw situatie kunnen bespreken, zodat wij vooraf al aan jullie de tip kunnen geven van let op met je inkomsten, let op met je statuut, zorg dat je minstens halftijds te werk gesteld bent. Bel ons op, oké? Okay? Zorg dat we een online sessie kunnen inboeken, 1-op-1, zodat we met jullie jouw situatie heel specifiek kunnen bespreken. Oké? Okay? Dus hier ook weer 20.000 en ook weer een kwartaal bijdrage van 1030 euro. Hoe? Starterskorting. Wat is de starterskorting? De overheid heeft eigenlijk gezegd, kan ik je teruggaan naar mijn Barema. Ik kan hem misschien beter nog een keer tussen doen. Barema. Wat is de forfaitaire minimumbijdrage als zelfstandig in hoofdberoep? Hoe kunnen jullie dat zien op de Barema? Wat moet je als zelfstandige minstens in hoofdberoep betalen? Kan je dat zien op de Barema? Ik ben zelfstandig in hoofdberoep. Wat is het forfaitaire minimumbijdrage dat ik moet betalen? 382 euro. Die 382 wil je zeggen? Ja. Ja. Goed, dat is de starterskorting. Maar normaal gezien, forfait in hoofdberoep, is 741 euro. Dat wil zeggen, voordat de starterskorting begon, moet je eigenlijk 741 euro per kwartaal betalen. Dat is forfait. Dus dat wil zeggen, verdien je nu 14.000 euro. Of verdien je 0 euro. Als zelfstandig in hoofdberoep, moet je elk kwartaal minstens 741 euro betalen. Okay? Dus houd die 741 in je achterhoofd. Dat is eigenlijk het forfait dat je betaalt. Het is maar het moment dat je die 14.000 overschrijdt, dat je meer gaat betalen. Okay? Maar normaal gezien heb ik nu 0 euro of heb ik nu 13.000 euro. Ik moet 741 euro per kwartaal betalen om mijn sociale zekerheidsrechten op te bouwen. Dus dat is het forfait. Dat is ook het forfait dat wij automatisch gaan aanrekenen. Stel dat je start als zelfstandig hoofdberoep, gaan wij automatisch een afrekening sturen van 741 euro. En het is dan aan jullie om te zeggen van ja, oei, ik wil de starterskorting aanpassen
Of ik wil meer betalen, maar ik weet al dat ik bijvoorbeeld 30.000 euro ga als inkomen. Goed, dat zijn de. Forfait is normaal 741. Wat heeft de overheid gezegd? Wij gaan de eerste vier kwartalen als zelfstandige in hoofdberoep de mogelijkheid geven aan de zelfstandigen om net iets minder te betalen. Zelfstandigen die starten en die het nog wat moeilijk hebben, die kunnen de eerste vier kwartalen opteren voor de starterskorting. Dat is enkel de eerste vier kwartalen in hoofdberoep. Dat wil zeggen, in de plaats van die 741, kan je ook zeggen van ik wil als forfait 382 betalen of ik wil als forfait 494 te betalen. Want mijn inkomsten gaan die 7000 euro nog niet overschrijden of mijn inkomsten gaan die 9000 euro nog niet overschrijden. Hey? Maar stel nu dat jullie zeggen van ik heb totaal geen idee wat dat mijn inkomsten zullen zijn, dan raad ik het niet aan van die starterskorting aan te vragen. Want stel dat je die 741 die eerste vier kwartalen wel betaalt en achteraf blijkt dat je een inkomen hebt onder die 7000 euro, dan ga je automatisch terugbetalen. Oké? Okay? Maar stel dat je zegt in het begin van ik wil op de starterskorting geplaatst worden, de eerste vier kwartalen. Ik wil op die 382 geplaatst worden. Maar achteraf blijkt dat je een inkomen hebt van 10.000 euro. Dan ga je daar een boete op hebben. Omdat je onterecht de starterskorting hebt aangevraagd. Dus de starterskorting kunnen jullie zeker aanvragen. Maar dan zeker ook weten dat je onder die grenzen moet blijven. Wanneer zou die starterskorting nu interessant geweest zijn in die situatie? Hé? Wacht, ga je nu een keer teruggaan. Stel nu hier. Hé? Dat jullie gezegd hebben van, oké, 0 euro inkomen, 0 euro inkomen, 0 euro inkomen. En ik zorg ervoor in mijn vierde kwartaal in hoofdberoep dat de facturatie pas in 21 gebeurt. Dus ook in het vierde kwartaal 0 euro. Dan ga je als student zelfstandig hier geen sociale bijdrage betalen, geen sociale bijdrage betalen, geen sociale bijdrage betalen. Maar dan zou je voor het vierde kwartaal een perfecte starterskorting kunnen aanvragen. En dan ga je hier in plaats van die 741 die 382 kunnen betalen. Dus dat is voor jullie dan wel een verschil naar bijdrage toe. Is dat duidelijk voor jullie, de starterskorting? Yes. Goed, jullie rechten als zelfstandigen. Ik heb daar straks al een keer gevraagd. Wat zijn jullie sociale zekerheidsrechten? Wat was het nu weer? Werkongeval, ziekte, kinderbijslag, pensioen. Voilà, Cedric weet het allemaal. Eh? Dat zijn jullie sociale zekerheidsrechten. Eh? Overbrugging zegt, dat is nu zeer belangrijk voor de zelfstandigen, die moeten sluiten, die krijgen van ons elke maand een uitkering. Pensioenopbouw, mantelzorg, moederschapsuiting, kinderbijslag, terugbetaling van je ziektebriefjes, dienstencheck. Dat zijn al jullie sociale zekerheidsrechten. U weet dat de rechten van zelfstandigen en onttrekkenden op gelijke voet staan. Dat was vroeger niet zo. En heel veel zelfstandigen gingen vroeger zeggen, ja, zelfstandigen, wij hebben op niks geen recht, wij hebben ook geen pensioen. Dat is niet zo, hè. Dat idee mag je uit je hoofd halen. De rechten van zelfstandigen en loontrekkers staan op gelijke voet. Het enige verschil is dat je als loontrekkende recht hebt op werkloosheidsuitkering en zelfstandige heeft dat niet. Dat is het verschil. Okay. Maar je gaat als zelfstandige failliet bijvoorbeeld, geen zorgen, je hebt 12 maanden een uitkering bij ons. Okay. Je moet thuis blijven voor te zorgen om een zwaar ziek gezin te zijn. Je krijgt van ons een uitkering. Er zijn wegenwerken in de stad waardoor dat je zaak moet sluiten. Er zijn uitkeringen daarvoor. Corona, er zijn uitkeringen daarvoor. Als zelfstandige word je niet aan je lot overgelaten. Weet dat er voor de zelfstandige ook een groot opvangnet is waardoor je uitkering krijgt. Het probleem is dat de zelfstandigen tot op vandaag, en dat proberen wij verschillend te maken, dat ze dat weten, dachten van, wij hebben op niks gerecht. Dus wat doen ze? Ze bellen ons ook niet. Ze sturen ons geen mail met hun situatie. Ze gaan gewoon van hun eigen opgebouwd kapitaal gaan gebruik maken. Maar ze weten niet dat er bij ons uitkeringen zijn. Natuurlijk blijft dat dan het leven van. We hebben nog niks gerecht. Er zijn geen uitkering. Zet je met een moeilijke situatie, bellen. Dan kunnen wij zeggen aan jullie van, kijk, oké, okay, die uitkering bestaat, dat kan je krijgen per maand en zo verder. Hoe? Weet dus dat als zelfstandige word je ook opgevangen als er een moeilijke situatie is. Ja, het gaat lachwekkend klinken, maar wij hebben bijvoorbeeld een bakker die allergisch is aan bloem. Plots is die allergisch geworden aan bloem. Dat is vrij vervelend als bakker. Die heeft dus zijn bakkerij moeten sluiten. Die heeft van ons een uitkering gekregen voor 12 maanden. Tot alleen dat hij een andere job heeft gevonden. En dus weet dat er een opvangnet is.
Goed. Wij hebben ook een dienstverzekering. Dat is voor de student zelfstandig nog niet echt van belang. Maar weet dat wij, op het moment dat je zelfstandig wordt in hoofdberoep, dat je bij ons ook terecht kan voor je vrij aanvullend pensioen voor zelfstandig, een gewaarborgd inkomen en zo verder. Wat dat voor student zelfstandig wel zeer belangrijk is, voor elke zelfstandige die wil opstarten, ook al hoe klein dat ook is, zorg dat je beroepsaansprakelijkheid hebt. Dat is iets van zodra dat je start, zorg dat je beroepsaansprakelijkheid afsluit. Zeker, allee, jullie merken ook wel, aansprakelijkheid, dat is afhankelijk van je product, heel verschillend. Werken jij met voeding, is dat de grote aansprakelijkheid. Creëer jij bepaalde step of skateboards, dan heb je een grote aansprakelijkheid. Want als er nog een geval gebeurt, is er een grote aansprakelijkheid. Doe jij webshop of eender wat, IT, dan voel je dat die aansprakelijkheid minder groot is. Maar in elke situatie zorgt ervoor dat je beroepsaansprakelijkheid afsluit. Ik zeg maar iets, je zit met de klant samen en hij laat die gsm van de klant op de grond vallen, die gsm is kapot, zorgt ervoor dat je beroepsaansprakelijkheid hebt die daar kan terugbetalen. Oké? Okay? Dus dat is wel iets dat je nu al moet in orde brengen, op het moment dat je start. Zit je daar met vragen, mag je in eerste instantie mij wel contacteren, maar we hebben een expert, Karel Hooivaart, en die gaat dat met veel plezier aan jullie ook allemaal toelichten. Dan hebben wij ook nog een dienst subsidies. Dat is ons team, dienstsubsidies. Ik ga hier wel nog een aanpassing doen, ik heb dat daar straks vergeten. Dat klopt hier niet meer. Maar weet, zit je met vragen over subsidies, dat je bij ons terecht kan. Op het moment dat wij dan de aanvraag effectief moeten doen, dan is er daar ook wel een betaalsituatie aan gekoppeld. Maar gewoon puur voor advies kan je ons altijd mailen. Stel dat je zegt, van wij willen dat zelf opvolgen, dan zijn de belangrijkste websites vlaio.be. Dus vlaio.be, vlaio.be, daar ga je de meeste subsidies gaan terugvinden. Ga daar echt op naar op zoek. Want er zijn in België zoveel subsidies, maar die worden gewoon niet aangevraagd of niet gebruikt. Maar er is een pot vol subsidies en die moet gebruikt worden. En de FIT is ook een interessante website, Flanders Investment and Trade. Dus de FIT, F-I-T, dat is meer internationaal getint. Stel dat je wilt je website wil vertalen. Is er daar een subsidie voor? Stel dat je op een beurs wil gaan staan in het buitenland, er bestaat daar subsidie voor. Stel dat je hier op beurs wil gaan staan, weet dat er daar subsidies voor bestaan. Wil je prospectiereizen gaan doen? Stel dat je zegt van oké, ik heb een bepaald product, dat is al heel fel populair in Amerika, maar hoe hier nog niet, ik wil naar Amerika gaan voor dat te gaan onderzoeken. Prospectiereizen, er bestaat daar een subsidie voor. Dus weet, je kan het zo zot niet noemen, er bestaat een subsidie voor. Ga dat gaan opzoeken. Laat dat niet gewoon berusten. Ga gaan kijken welke subsidies bestaan er en kan ik daar iets gaan aanvragen. Oké? Okay? Anytime is a good time to start a company. Doe het gewoon. Zorg dat je later geen spijt hebt van het feit dat je niet geprobeerd hebt om zelfstandig te worden. Merci om te luisteren. Dat zijn mijn contactgegevens. Als er iets is, contacteer mij. Voeg mij zeker toe op LinkedIn. Ik probeer regelmatig artikels te posten, interessante websites te posten. En dan kan je dat zeker op LinkedIn.